elkaar nu weer op hetzelfde stukje. Maar nu zie je het effect nog steeds. Kijk, ik heb nu de transducer aan de bakboordskant zitten. Maar nog steeds, ja, ik zie veel meer detail aan de rechterkant dan aan de linkerkant. Dus dat is mijn probleem. Ik kan wel inderdaad aan de gevoeligheid nog iets veranderen. Kijk, als ik kijk. Versterking, die heb ik al iets boven normaal staan. Kijk, als ik hem gewoon in de auto heb staan, dan is het verschil ook helemaal duidelijk. Kijk, nu ook. Ik zie echt detail tot met de verre buitenkant. Maar de linkerkant is praktisch helemaal zwart. Terwijl hier zie ik toch echt duidelijk relief nog tot en met de buitenkant. En het grappige is, als ik dus de transducer onder een helling zet. Dus even kijken, nu is de linkerkant is donker. Het lijkt alsof je daar dus minder ver scant. Als ik hem iets kantel, zeg maar uit het horizontale haal, dus zeg maar iets schuin zet, zo, overdreven gezegd, dan begint hij dus meer naar buiten te schijnen. Dus ik heb gewoon het vermoeden dat die side fishing. En nu heb ik hem helemaal. Ik heb dus het vermoeden dat die side vision sensor, dat die gewoon niet recht in de transducer gemonteerd zit. Kijk, nu heb je ongeveer een gelijkmatig beeld. Met zoveel, misschien is het iets te veel alweer. Kijk, zoiets. Kijk wat er nu voorbij komt. Nu heb je ongeveer een gelijkmatig beeld. Nou ja, kijk, daar staat de transducer dus onder een graad of 20 uit het lood. Nou, dat klopt volgens mij gewoon niet.